dames en heren, iemand uit het Waasland aan de gitaar, Jeroen Knapen. Een fantastische celliste, altijd plezier om haar door te spelen, dames en heren. U gaat nog van haar horen, Jasmin Lotus. De violiste die duidelijk weet wat het verschil is tussen klassiek en folk, Naomi Verkotte. The lady from Thessaloniki who plays this instrument, incredible, it's so nice that she's here. She'll maybe play tonight also in the musical tenors. She has to, she has no choice. Veni! De man die, ik denk dat het de enige man is hier in de zaal die Arameens spreekt. Pas op, geen Arameens, maar Arameens, Syriac. Een heel oude taal. Ik heb blijkbaar... gisteren was onze Joodse violiste, Hebreeuws, ze konden elkaar zelfs een klein beetje verstaan. Die talen zijn enorm verwant. Een fantastisch muzikant heeft gehoord en een goede vriend, Elias Mashura. Ik heb altijd gedroomd om met zo'n violist te kunnen of te mogen spelen. En dat is het gewoon naast mij, dames en heren. Iemand die... De taal, waar we het straks over gehad hebben, de taal van die Arabische muziek, van de taxi's, van de mensen die de ween zo goed begrijpt. Hier zomaar even gewoon in Gent is komen wonen. Dames en heren, hij verdient het. Hij komt uit een ver land, is hier naartoe moeten gaan, heeft er niet zelf voor gekozen. Hij had een prachtig leven in Syrië. Maar we gaan hem hier helpen dat hij hier ook een prachtig leven gaat hebben in België. Dat hij aan ons gaat denken als hij ooit terug gaat. Geef hem een groot applaus, dames en heren. Ciao. Voilà, ik ben uitgepraat. Je mag nog dansen. Ik vond het beste idee om een stukje muziek te eindigen dat we eigenlijk niet weten wat het is. De Joden zaten het gisteren te spelen, de Arabieren kennen het. Of course, it's a traditional Greek song. Of course, it's always a Greek song. Sephardisch, Askenazi, Arabisch, misschien komt het wel uit Bulgarije, maybe it's Bulgarian tune. Misschien komt het wel uit Poperingen, ik weet het niet. Voilà, magico in het Grieks. Dank u wel en tot de volgende keer.